Ik vind zelf altijd wel een aardig voorbeeld. Hebben jullie wel eens een operazanger of balletdanser van heel dichtbij gezien die nadat ze geschminkt waren? Ja, dat ziet er eigenlijk uit. Ziet er heel raar uit. Wat doen ze dan bijvoorbeeld? Ja, die hebben van die lijnen onder ogen en die hebben dikke wimpers. Ja, dus elke lijn die gezien moet worden is ongeveer zo breed. Ja. En de wenkbrauwen zitten niet hier, maar hoger. Nee. Dus de wenkbrauwen worden altijd hoger geschminkt. Dus wat ze doen is ze sminken een gezicht zodat iemand op afstand een bepaalde expressie ziet. Of een bepaald type, een bepaald karakter. Maar dat is een heel ander type make-up dan je in je dagelijks leven bij een intiem dinertje zou doen. En dat is eigenlijk hetzelfde met de muziek die je uitvergroot zeg maar, voor het publiek. Als dit een voor mij of als ik tegen groep zou zeggen. Nou, voelde je wel toch? Ja. Maar ja, als ik datzelfde nu doe voor Robin. Kwam die bij jou? Nee. Oké, dus moeten we het groter maken. Pom, harrelie, pom, pom. Terwijl, voor jou blijft waarschijnlijk het karakter hetzelfde als we het moeten doen, als het zo dichtbij.